Een touw met een strop of een nekschot, dat is wat politici die verantwoordelijk zijn voor de Oostvaardersplassen, verdienen. Zo zeggen meerdere personen op sociale media. Het gaat niet om één of twee berichtjes, maar om tientallen, vertelt de commissaris van de Koning. Mensen met hun hoofd in de strop, hoofden die eh, als, als trofee aan de muur hangen, dat type bedreigingen. Doodsbedreigingen, vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, kambeulen, noem maar op. De bedreigingen worden niet alleen geuit aan het adres van bestuurders, ook aan ander personeel van de provincie. Ook gewoon aan secretaresses, aan personeel van de provincie, die gewoon hun werk lopen te doen. En dat loopt echt de spuigaten uit. Dus ik heb er schoon genoeg van, dit kan zo niet verder. En dus deed de provincie aangifte. Er zijn inmiddels ook afspraken met justitie dat er vervolgd gaat worden dat betekent dat bekend is wie het heeft gedaan. Nou, dat wordt nu uitgezocht, maar de ervaring leert dat dat wel lukt om dat te achterhalen. Soms lukt het niet, maar veelal mensen die zich anoniem melden, die zijn toch wel te vinden. Volgens Verbeek gaat het waarschijnlijk om een deel van de activisten dat het niet eens is met de manier waarop er met de dieren in de Oostvaardersplassen wordt omgesprongen. Deze mensen zijn door recente beelden waarop edelherten worden doodgeschoten extra boos op de provincie. De bedreigingen hakken er flink in. Je kunt wel stoer doen met elkaar, maar het gaat toch malen in je hoofd. Dat is uiteraard ook de bedoeling van de activisten. Maar dit is niet de manier waarop we in Nederland democratie bedreigen.